We hebben hier aan de UvA een aantal labs gecreëerd. Ik ben betrokken bij het Qualcomm Lab, het heet dan het CUVA Lab. En bij het Delta Lab, wat gefinancierd wordt door Bosch. En we doen onderzoek in machine learning, deep learning. Met toepassingsgebieden in medische beeldanalyse, astronomie en allerlei andere gebieden. Science Park is natuurlijk een hele mooie plek waar vooral hoogstaand onderzoek gedaan wordt. Dus er is een ecosysteem hier van hele slimme mensen, talent. En daar gaat het eigenlijk binnen de AI om. Zoals die labs zijn geopend omdat hier het talent zit. Dus die zijn bereid om hier te investeren en labs te beginnen. Dan heb je natuurlijk op Science Park zelf heb je ook nog bedrijven die zich hier direct vestigen. En daar vindt ook weer interactie mee plaats. Startup Village niet te vergeten, is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel daarvan. En zo ontstaat er een ecosysteem waar het talent wordt hier opgeleid. En vervolgens vindt zijn weg naar de bedrijven, naar de startups of naar academische banen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we het talent hier houden. En vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daar is nou een enorme revolutie gaande, zou je bijna kunnen zeggen. Met enorm veel vragen ook van het bedrijfsleven. Wat heel goed is aan dit ecosysteem is dat er door een hele hoop mensen veel enthousiasme en energie is om dit op te bouwen. Mensen die zijn bereid om buiten de box te denken, om te zeggen van nou dit moet, dit is belangrijk. We gaan niet alles volgens de regels spelen die we altijd gewend zijn, maar we gaan ons aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Nou, dat soort flexibel denken in een nieuwe werkelijkheid, dat vind ik hier. En ik denk dat dat de ingrediënten zijn om samen tot een succes te komen. Curious if Amsterdam Science Park has something to offer for your organization? Then check our website, amsterdamsciencepark.nl.